Oké. Goedemorgen, Harry en Mark. Goedemorgen. Van IJsbaan Almelo. Toch nog open gekregen? Ja, gelukkig wel. Ja, zag er misschien even niet uit, begin van de week, maar allemaal goed gekomen. Hoor niet. Dus we hebben het meeste sneeuw met mankracht, omdat we ongeveer 3,5 tot 4 centimeter ijs hadden. Dan kun je er alleen wel overheen lopen. We hebben het sneeuw er afgehaald. Ja, en dan op die manier kun je nog weer krijgen dat het ijs begint aan te groeien. Want ik moet 7,5 centimeter minimaal hebben, liefst 8 om het publiek erop te kunnen laten. Dat komt door de ondergrond? Nee, dat heeft niks met de ondergrond te maken. Dat heeft gewoon met de dikte van het ijs te maken. Hoe dat hier zit ongeveer op het diepste punt 50 centimeter water op. Hier aan de zijkant 20 tot 30 centimeter. Ja, en het ijs moet gewoon aangroeien. Maar van de week begon het te sneeuwen. En als je sneeuw erop krijgt, dat is net als een deken. Dat begint te isoleren en dan krijg je geen ijsaangroei meer. Dus dan moet je zo snel mogelijk zien te proberen om de sneeuw eraf te krijgen. En de wind is nadelig. Je kunt het zien, er ligt nog een wak. Ja, dat, een windwak. Ja. Dus, daar is gebeurd omdat er een machine even doorgezakt is. Nee, en dan gaat hij niet weer dicht. Zou je een half uur de wind weg hebben, dan vriest hij dicht. En dan is hij over een paar uur, zit er ook 4 centimeter op. Over een paar uur? Ja, omdat het water zo koud is. En de stichting heeft natuurlijk het bestuur, waar ik dan een onderdeel van uitmaakt. En een groot aantal vrijwilligers. En dus elk jaar weer even spannend bij elkaar te komen om de baan weer klaar te maken. Is dit een historie, is dit nog van de graaf? De grond is van de graaf, die wordt gepacht van de graaf. Ja, dat klopt. Ik heb een verhaal gehoord dat de graaf per se wou dat hij in een schaatsbaan kwam. Klopt dat? Ja, dat klopt. Omdat de graaf vroeger de baan in de Gravenallee had. En hij wou het publiek uit de Gravenallee hebben. En daarom heeft hij meegewerkt toen de ijsbaan het oosten, wat aan de andere kant door de woningbouw opgeslokt werd, is deze fusie tot stand gekomen tussen de ijsbaan Twente en de ijsbaan het oosten. En daar hebben we Stichting IJsbaan Almelo van gemaakt. En het is zo, het clubgebouw staat op de grond van de gemeente en de baan is op het grond van de graaf. Dus op die manier is dat ontstaan en daarom die medewerking. Maar nog steeds voor een laag bedrag, neem ik aan. Wij kunnen onder ons mee leven in ieder geval. Dus we hoeven niet te bedelen om een lager bedrag? Nee, op dit moment niet. En als we dan één keer in de zoveel tijd ijs hebben, dan komt het allemaal goed. Ik ben Huub Isendoorn van Democraten Nu. Nou, het allerbelangrijkste dat er veranderd is dat de overheid minder geld aan zichzelf uit gaat geven. Dat is het allerbelangrijkste. Dan ontstaat er weer ruimte om nieuwe investeringen te doen in de stad. En de investeringsagenda van Almelo staat nu op nul. En dat is niet goed. Ja, een belangrijke punt is dus, we willen naar een kleinere overheid. We willen onmiddellijk stoppen met, of zo snel mogelijk stoppen met de inhuur van de externe inhuur van ambtenaren. Daardoor ontstaat er een structurele vrijval in de begroting, die anders aangewend kan worden. Dat is het allerbelangrijkste punt. Wat er nog meer moet gebeuren, is dat er een nieuw zwembad komt. Het zwembad is afgeschreven in 2020. Dus geld zit in principe in de begroting en dat moet daarin blijven. Daar willen we echt voor elkaar boksen. Dat is ook belangrijk omdat schoolzwemmen voor ons een belangrijk punt is. En een ander belangrijk punt is natuurlijk de binnenstad. Er moet gezelliger, er moet een goede, veelzijdige warenmarkt komen. En niet te vergeten, en dat is wel heel belangrijk en daar willen we echt aan gaan werken, is dat die vereenzaming die onder ouderen optreedt, dat die wordt tegengegaan. En dat moet, en de hele administratieve rompslomp in de zorg moet verdwijnen. Dat is denk beter voor de ouderen, maar het is ook beter, denk ik, voor de mantelzorgers. Nou ja, die vereenzaming van de ouderen die wordt dan tegengegaan. Dan zijn er maatregelen genomen om dat te verminderen. Dat geeft meer lucht aan de mantelzorgers, dat willen. En er is een begin gemaakt met de bouw of de ontwikkeling van een nieuw zwembad. Sommige kinderen gaan op wintersport, zoeken de zon op of blijven gewoon thuis. Voor de kinderen die in de voorjaarsvakantie actief willen zijn, is er de Kaliber Kunstenschool.
Je kan gewoon zelf doen wat je wil, net zoals je kan kleien en schilderen en nog veel meer dingen. Is het de eerste keer dat je hier bent? Dit is de derde keer, denk ik. Dus je vindt het wel leuk? Ja. Ben je ook van plan om in de toekomst hier te komen? Ja. Vertel eens, wat heb je gemaakt vanmorgen? Ik heb een huis. En dit is de lucht. En dat is... ik heb twee huizen. Dit is een huis en dat. En dat is de zon en dat is de lucht. De Kaliber Kunstenschool, dat is een organisatie waar je allerlei cursussen kunt volgen op creatief gebied. Dat kan zijn gitaarles, of allerlei muzieklessen, theaterlessen, beeldende lessen, dans. Ja, we hebben eigenlijk van alles. Alles wat met creativiteit te maken heeft. Wat is de doelgroep? Iedereen. Voor kinderen vanaf 2 jaar hebben we al cursussen. De oudste cursist is 90, dus die zit hier op de beeldende lessen. Dus voor iedereen is het. Hoe lang bestaan jullie al? De Kaliber Kunstenschool die bestaat op dit moment 1 jaar of 4. Maar we zijn dus gefuseerd 4 jaar geleden. Het was het Creatief Centrum en de Muziekschool. Dus we bestaan al heel lang. Ik denk al wel bijna 30 jaar misschien wel. En dit zijn speciale vakantieactiviteiten? Ja, we hebben iedere vakantie hebben we knutselpret. Dat is meestal 2 dagen in de vakantie. 'S ochtends van 9:30 tot 12:00. En meestal 1 keer in de week dan toneelpret. Dus daar kunnen kinderen kennis maken met toneel. Zijn jullie tevreden over de deelname van de kinderen? Ja, vandaag wel. We hebben er nu 21, dus dat is echt super. Super, ja. Ja. Ik ben Bert Hummels van Leefbaar Almelo. Het mooiste zou zijn als er wat minder armoede was, wat meer werkgelegenheid, een betere duurzaamheid en een goed sport- en cultuurbeleid. Ja, en er is nog veel meer, maar duurzaamheid, werkgelegenheid, armoedebestrijding. Nou, en wat ik ook nog wel belangrijk vind, en dat is een wat ander onderwerp, de regionale samenwerking. Daar mankeert wel het een en ander aan. We krijgen allerlei rare berichten. En we doen alsof we het heel belangrijk vinden en we doen ondertussen niks aan. Dat geldt voor duurzaamheid net zo trouwens. Ja. En hoe zie je dat? Hoe wil jij die duurzaamheid veranderen? Hoe wil je dat vorm gaan geven? Nou, bijvoorbeeld bij alle nieuwbouwprojecten al zorgen dat de goede isolatiemaatregelen, maar ook zonnepanelen en andere alternatieven meegenomen worden. En wat heel belangrijk is, met name bij de doelgroep die het moeilijk heeft, ook zoveel mogelijk isolatiematerialen aanbrengen. En dat moeten met name de coöperaties doen. Want dan kun je de woonlasten voor mensen naar beneden brengen. En dat is ook belangrijk, want betaalbaar wonen is voor ons ook nog wel een belangrijk item. De leeftijd van alle raadsleden die is 4 jaar hoger en dat is al verschrikkelijk hoog. Dus dat wordt een dikke puinhoop. En wat er echt veranderd is, wat ik hoop, is dat er minder armoede is. Een onheilsbericht over jullie vereniging. Jazeker, ja. Mert kreeg, die zou naar het IND en die zou zijn verblijfsvergunning ophalen. Maar toen kregen we in één keer horen dat hij gearresteerd was. Hij ging ervan uit dat hij hem zou krijgen. Ik heb later gehoord dat hij 2 keer eerder een aanvraag heeft gedaan. En nu dacht hij van nou, ik ga daar naartoe en dan krijg ik een verblijfsvergunning. Ja, en het was dus een heel ander verhaal. Hij kreeg geen verblijfsvergunning, maar wat gebeurde er wel? Hij werd gearresteerd en hij werd in een cel gedropt met geen televisie, geen telefoon, niks, geen mogelijkheden. Hij mocht 2 uur per dag luchten en dat was het. Hij werd behandeld als een crimineel. Hij heeft bij ons de hele jeugd doorlopen. Hij heeft altijd bij ons gevoetbald. Hij was gewoon een jongen van Oranje Nassau. Hij hoorde gewoon bij ons. Een man die niets heeft met Turkije. Een man die ook de Turkse taal eigenlijk niet machtig is. Nee, hij kan wel Turks, maar niet echt goed. Hij zegt, ik spreek beter Nederlands als Turks. Ja, dat is gewoon heel, heel bizar dat mensen hem zomaar oppakken en zomaar vastzetten. Ik snap dit echt niet. Ik snap dit van heel Nederland niet.
Ik ben blij dat er veel meer mensen zijn die er zo over denken. De NOS heb ik in kennis gesteld. Hart van Nederland heeft gebeld. Die willen dan graag een actie zien. Nou, we gaan ons nu beraden over de actie die we op touw gaan zetten. Want we willen toch proberen om je veel meer bekendheid aan te geven. Hij dacht zelf ook van, ik ga naar Zwolle toe en ik haal mijn verblijfsvergunning op. Hij zou na die tijd, na de training, hij zou iets later komen op training. Hij zei, dan drinken we samen een pilsje. Dus ja, zo'n jongen is het ook. Op de termijn gaat het bestuur en de spelersgroep van Oranje Nassau zich beraden op wat er te doen is op dit moment. Want het is 3 weken en dan is het zover, dan wordt hij uitgezet. Ja, dus we moeten binnen 3 weken moeten we wat gaan doen. En we gaan er echt morgenavond hebben we een trainingsavond. En we gaan er zeker over beraden van hoe kunnen we dit even duidelijk maken, ook aan Nederland, wat we hier tegen kunnen doen. Jan van Laar, Matt is een van ons. Jazeker, ja. Dus met andere woorden, hij moet niet uitgezet worden, hij moet blijven in Nederland. Ja, dat sowieso. Hij mag gewoon niet uitgezet worden. Ik vind dat wij als Nederland dat hem niet mogen aandoen. Hij is meer Nederlander als Turk. En met z'n allen gaan we ervoor. Zeker weten. Ik ben Gesine van der Ven, lijsttrekker voor de SP in Almelo. Nou, Almelo is een prachtig mooie stad om te wonen. Daar zijn we echt trots op. Maar wat er als eerste moet veranderen is dat er weer oog voor het kleine is. Dat het weer, ik bedoel, de binnenstad is hartstikke mooi. Maar we willen graag dat er nu ook weer aandacht naar de wijken en de buurten gaat. Ja, 3 is natuurlijk wel een beetje weinig. Maar laten we eerst beginnen met de armoede. De armoede vind ik persoonlijk echt ontzettend erg. En dat zijn niet meer alleen de mensen die leven van de uitkering. Maar er komen ook steeds meer werkende armen bij. Ik noem als voorbeeld Ellen, die woont in de Riet. Die werkt bij 3 thuiszorginstellingen om maar genoeg geld te verdienen om haar gezin te onderhouden. Ja, dat soort dingen, dat is gewoon te gek en daar moeten we echt iets aan doen. Diezelfde Ellen, die helpen we bijvoorbeeld al met duurzaamheid. Laten we op haar huurhuis nou zonnepanelen zetten. Dat helpt Ellen direct met haar energierekening en Almelo wordt er duurzamer van. En zo hebben we enorm veel wat kleinere plannen die de mensen direct helpen. Ja, nou wat wij natuurlijk willen is dat niet alles van dat de gemeente alles bepaalt, maar dat juist de buurten en de wijken, dat is van de mensen zelf. Dus als daar ideeën in leven wat hun nodig hebben, dan vind ik dat de gemeente daar absoluut achter moet staan en dat moet ondersteunen. Ik bedoel, laten we het weer over Ellen hebben. Als bij hun in de buurt dat speeltuintje oud is en ze hebben een goed plan wat daar moet komen voor de kinderen of de jongeren die daar zijn, ja, dan moet dat gewoon kunnen. En dan moet dat niet zo moeilijk zijn dat in het gemeentehuis allemaal bedacht moet worden. Het moet gewoon simpeler, dichter bij de mensen. Nou, wat ik natuurlijk absoluut hoop is dat er geen mensen meer in armoede wonen. Dat mensen vol trots in Almelo kunnen leven en werken en hun vrije tijd besteden. En ik hoop ook dat de politiek wat dichter bij de mensen is gekomen. Dat wij niet meer die rare lui zijn in het gemeentehuis, maar dat wij gewoon lekker in de wijken en in de buurten zijn. En dat we gewoon met elkaar Almelo hartstikke mooi maken en houden. Guido Egermond, jij bent bestuurslid van de stichting Goalstars Heracles Almelo. Wat heb jij vanmiddag een aantal voetballetjes hier op het complex van AFC Heracles enorm blij gemaakt? Nou, daar zijn wij ook heel erg blij om, dat we dat hebben kunnen doen. De stichting Goalstars Heracles heeft een paar doelstellingen. Het populair maken van walking voetbal voor de oudere jeugd, zullen we maar zeggen. Het uitdragen van Almelo en een sociale component die we samen invullen met Heracles. En waarbij als een van de onderdelen daarvan het programma Old Stars for Young Stars. Wij zoeken ieder jaar een groep jeugd in Almelo waar we iets bijzonders voor willen doen. En wij organiseren bij het grote toernooi een inzameling voor dat goede doel. En vorig jaar was dat de activiteit van ProSoc, waar we vandaag de gast zijn, Peter van Meteren, die hier prachtig werk doet om jongens te laten voetballen die een klein beetje extra steun nodig hebben, die bij een gewone club niet echt aan de bak kunnen komen en die hier geweldig goed met elkaar spelen en zich ontwikkelen. Heel kort het verhaal. Ben Hulshoff, die de Tour helaas niet meer is, daar kwam ik mee in gesprek en hij zegt van kunnen wij niet wat voor je gaan doen.
En ze hebben tijdens het internationale voetbaltoernooi wat ze organiseren, hebben zij op een gegeven moment geld opgehaald. En daarvan hebben we een kledingpakket mogen ontvangen, ballen. En ze hebben ook nog eens een keer een extraatje vandaag voor een bal voor zichzelf mogen krijgen. En je hebt ook nog een wedstrijdje gespeeld tegen de All-Stars. Ja, en die hebben we gewonnen. Laat het even meteen duidelijk zijn. Nee, het was heel erg mooi. De kinderen die leefden er al zo lang naartoe. Al 3-4 weken. Wanneer mogen we voetballen tegen ze? Wanneer mogen we voetballen tegen ze? En vandaag was dan de grote dag. En je zag ook al aan het enthousiasme van de kinderen. Dat ze daar ook heel erg naar uit hebben gekeken. En dat ze het gewoon, gewoon heel erg fantastisch vinden om dit te doen. Wat moet men zich voorstellen bij passend voetbal? Passend voetbal is alles wat zeg maar, tussen het geefvoetbal en het reguliere voetbal invalt. Dat kunnen kinderen zijn die binnen het autistische spectrum een autistische spectrumstoornis hebben. Maar ook kinderen met ADHD. Maar dat kan ook zijn met een licht visueel handicap. Of kinderen die met een klompvoet of op een andere manier geen indicatie hebben. Maar gewoon in het reguliere voetbal niet helemaal meekomen. Deze kinderen die verdienen zoveel meer dan dat vaak wordt gezegd. Het zijn allemaal lastige kinderen. Volgens velen. Het zijn helemaal geen laatste kinderen. Ze hebben heel veel kwaliteiten. En ga nou eens van de kwaliteit uit. Ik ben Sebastiaan Steuteler, lijsttrekker voor de PVV in Almelo. 21 maart kunt u stemmen. Op de PVV in Almelo. De komende 4 jaar moet de prioriteit weer liggen bij de Almeloer, bij de financiën van de gemeente. Elke euro die uitgegeven wordt, moet er 2 waard zijn voor de Almeloer. We moeten uit de financiële malaise komen, zowel gemeente als burger. Met name de leefbaarheid en de reuring in de binnenstad. We willen zorgen voor een veilige binnenstad, winkels terug in de binnenstad. We willen zorgen dat de Almeloer weer de binnenstad ingaat, dat de Almelo weer geld te besteden heeft in de binnenstad. Dat gaan wij doen door cameratoezicht te intensiveren, door meer boa's, meer blauw op straat. Over 4 jaar is het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeterd. Dat wil zeggen minder regelgeving, makkelijker vergunningaanvraag. De prioriteit van de gemeente ligt weer bij de Almeloer. Alles wordt gedaan in het belang van de Almeloer. Even zeggen, wij zijn de jongerenraad, dat wisten jullie waarschijnlijk wel. Maar ik wil even vertellen waarom we deze fotowedstrijd zijn begonnen. We willen namelijk de gemeenteraad laten zien wat de jongeren nou eigenlijk van Almelo vinden en wat ze mooie plekjes vinden en zo. Gewoon om te laten weten dat wij er ook zijn en dat we iets willen zeggen. Dat dan zo'n oude toren er nog staat en dan nog betekenis heeft voor Almelo, dus vandaar heb ik hem gefotografeerd. Ik heb voor dit plekje gekozen omdat het een mooi park is. Er loopt een mooi kanaal toe en je ziet ze maar eenmaal allemaal lijnen naar de diepte. Ik heb het Schelpoortpark gekozen omdat het voor mij een hele mooie betekenis heeft. Omdat het een van de laatste uitstapjes was waar ik met mijn broer en mijn zusjes was. En die zitten nu in Australië. Dus. Jarle van Os. Ja, ik heb vanuit de 19e verdieping de haven en de 2 kerken gefotografeerd. Vanuit de 19e verdieping van het stadhuis. Omdat ik het stadhuis, de 19e verdieping, een mooie plek vind. Omdat je van heel veel hoeken mooi uitzicht hebt. Ik heb een foto gemaakt van het stadhuis en een deel van het Twentcentrum. En ik had het gekozen omdat ik zeg maar het oud en nieuw, dat vond ik erg mooi. Ik heb er geen verhaal achter. Ik ben er langs gekomen toen ik aan het fotograferen was bij het stadhuis. En dat is eigenlijk de reden waarom ik heb gemaakt. Ik zag hem en dacht, nou, leuk plaatje. Okay. Nou, ja, Fire Smoke, dat is bij de Dorp Kennedy Scouting bij ons. En omdat je meestal s'avonds laat uit scouten bent, zie je de zonsopgang niet. Dus we waren op kamp en kampuurtje tot de vlucht gemaakt. En er was zo'n smoke en allemaal lijnen en diepzicht. Ik dacht, ah, daar kan wel. En dan heb je de Turtle Mystery, dat is Pardon 3 bij de station, helemaal achterin. Dat is hoog in s'avonds.
En ja, ik woon niet hier, ik woon in Burgerveldhof. Dus zonder het fijn kom ik niet naar school of naar scouting, waar wel mijn sociale gelegenheden zijn. De overgrootmoeder van mijn oma is hier nog onderdoor gekomen met trekschuit, met turf en textiel. En mijn vader en mijn broer en mijn opa hebben hier altijd geschaatst en gevist en gezwommen. Dus vandaar zit je een hele rijke familiehistorie achter. En daarom is dit een heel speciaal plekje voor mij in Almelo. En deze heb ik gemaakt omdat elke dag wel iets moois is. En ik vind dat we daar wat meer naar moeten kijken. Naar het mooie moment van elke dag. Want ik denk dat elke plek een mooie plek kan zijn. Hele mooie toch, vooral s'avonds om foto's te maken. En het is toch nog wel een best wel bekend beeld van Almelo zelf en de kaarten zelf. En wonen jullie ook in de buurt? Het centrale motief in het werk van Jan van Münster is het begrip energie. De energie in dit beeld is niet letterlijk waar te nemen. Het materiaal zelf, zwart graniet en wit marmer, is hier te beschouwen als gestolde energie uit de aarde. Dit werk heet Ik-energie.